De NV Energiebedrijven Suriname, de EBS, is bezig met uitbreiding van haar elektrificatienetwerk. De verwachting is dat het gehele Oost-Westgebied rond 2040 ontsloten moet zijn als elektrische corridor voor transport van vermogen. Commercieel directeur Robert Pancham zegt aan onze redactie dat het energiebedrijf verschillende netwerkplanningstudies heeft gedaan voor de infrastructuur. Ook zit u in verband met de transitie. U ziet daar dat wij ons ook gecommitteerd hebben aan de Strategic Development Goals. U ziet hier bijvoorbeeld nummer 7, Affordable and Clean Energy. Wij moeten ervoor zorgen dat ook energie, elektriciteit betaalbaar blijft voor al onze klanten. Maar ook voor businesses, ook voor ondernemerschap. Wat u ook ziet, met name de transitie van energie, dat speelt een hele belangrijke rol, niet alleen wereldwijd, maar ook in Suriname zijn wij daaraan onderworpen. Heel veel intreden van zonne-energie, van groene energie, ook windpotentieel dat is aangetoond in het noorden van het land, zeg maar langs de kustlijn, dat is een potentiële bron voor energie. Pancham vertelt verder wat de EBS nog kan doen op het gebied van andersoortige energie. Op utility scale, dus op grotere schaal, maar ook op micro scale, dat is bij huishoudelijke klanten. Daar geeft de wetgeving al de mogelijkheid voor. Potentiële energiebronnen die we hebben, ook verder, bijvoorbeeld waterkracht, maar ook offshore, wat je helemaal ziet daar aan top. Als er eventueel gas beschikbaar komt om die aan land te brengen en ook aan te wenden voor energieopwekking. Dat was Robert Pancham, commercieel directeur van de EBS, over uitbreidingsplannen van de EBS.